Zijn we goed in games? Nee. Vinden we ze leuk om te spelen? Ja, vaak wel. Soms zijn het de games die je helemaal niet zo goed kunt, die dan uiteindelijk toch het leukst zijn om te spelen. Jawel, ook wij op de redactie van Gamersnet zuigen wel eens in een spelletje en dan vinden we het alsnog een toffe game om te spelen. En daarom hebben we ook een leuke, goede frag voor deze week. Het is namelijk zo dat Floris Kwekel TV op YouTube zich afvroeg: welke game ben je nou echt slecht in, maar blijf je toch spelen? We hebben een aantal antwoorden voor je en natuurlijk die behandelen we in een nieuwe aflevering van Goeie Frag. Welke games zijn we slecht in, maar vinden we wel leuk? We gaan het behandelen hier in Goeie Frag. Ik zie de antwoorden wel verschijnen. Ze komen over mijn gezicht heen. Eerste vraag en daarna de antwoorden. Is leuk, man. Kijk mee. Floris, je kan beter de vraag stellen: Peter, welk spel kun je wel goed? Ik ben namelijk niet zo'n hele goede gamer. Ik ben vooral goed in games waar geen andere mensen in voorkomen. Dus ik ben goed in RPG's. En ik hou heel erg van bouwsims. Bij Planet Coaster ben ik bijvoorbeeld heel goed. Ik heb heel veel geduld. Ik kan hele mooie parken bouwen. Maar welke game kun je nou echt niet? Dat zijn dus meestal online games die ik dan toch tegen beter weten in blijf proberen, omdat ik ze eigenlijk heel erg gaaf vind. Er zijn een aantal shooters die ik gewoon niet zo heel goed kan. Ik ben eigenlijk nooit heel goed geweest in Battlefront. Tenminste, af en toe had ik dan wel een periode dat ik dan goed was, maar dat werkte gewoon niet. Ik was ook eigenlijk niet zo heel erg goed in Call of Duty en in Battlefield was ik eigenlijk ook niet heel goed eigenlijk. Maar de game waar ik het slechtst in was is gewoon PUBG. Ik ben gewoon niet goed in PlayerUnknown's Battlegrounds, omdat ik daar... op een of andere manier is het daar niet zo heel erg als je niet goed kan schieten, want dan kun je tactisch nogal dingen betekenen voor je team. Maar ook daarin was het eigenlijk wel heel snel dat ik de leiding moest afgeven aan andere mensen. Maar PUBG is de meest verslavende game die ik in jaren heb gespeeld. Het is zo leuk, die game is zo vet. En het is ook eigenlijk helemaal niet erg om in die game te verliezen, want het brengt zoveel mooie, agressieve, fijne, hatelijke, maar ook liefdevolle emoties bij los, dat het toch allemaal waard is, ook al ben je er slecht in. En dat is een boodschap die we aan onze stagiair Salim geven, want die is er net mee begonnen en werd er heel agressief van. Een game waar ik heel slecht in ben, maar wel blijf spelen. Nou, het is een voor de hand liggend antwoord, maar ja, ik ga toch voor Dark Souls en Bloodborne en dat soort games. Iedereen heeft moeite met die games, dat snap ik wel. Maar de mensen om mij heen weten er altijd toch veel sneller uit te spelen dan ik. Dat ik bijvoorbeeld met iemand tegelijkertijd de game Bloodborne gehaald had en hij was in 30 uur klaar en ik had 3 keer zo lang nodig. Dus het is wel heel rewarding om uiteindelijk die baas te verslaan na 30, 40 keer. Maar uiteindelijk vraag ik mezelf ook af, waarom doe ik het eigenlijk? Heb ik zo'n haat aan mezelf? Maar uiteindelijk, als je ze uitspeelt, dan is het zo rewarding. En dan, ja, dan moet ik die commentaar van mijn vrienden toch maar voor lief nemen dat ik heel erg slecht in ben. Maar ja, Dark Souls en Bloodborne, ja, hit me up. Ik vind het leuk, maar ook weer niet. Lastig. Oké, een game waar ik slecht in ben, maar ik hem dan toch ga blijven spelen. Ik heb er een paar en het is wel een beetje... Ik speel ze nu niet echt actief meer, maar het zijn wel games waarin ik gewoon een hele periode heb gehad dat ik ze veel speel, terwijl ik eigenlijk niet zo goed in ben. Allereerst hebben we daar, jawel hoor, daar is hij weer, XCOM 2. Ik zal mensen er ook verder niet meer over bezighouden, want ik denk dat iedereen al te vaak heeft gehoord van een of andere obscure tactische game waar niemand iets om geeft. Hup, ik skip wel door naar het volgende gedeelte in de video. Snap ik ook. Daarom is mijn volgende antwoord misschien wel iets verleidelijker, iets sexier. Het is namelijk Titanfall 2. Ik vond Titanfall 2 een fantastische shooter. Ik vind hem ontzettend verslavend, maar ik ben er nooit goed in geweest. Ik bedoel, ik kan wel een beetje over muren heen rennen en ik heb af en toe een leuke kill dat ik denk van bam, 360 no-scope. Maar over het algemeen ben ik er gewoon heel slecht in. Ik heb niet de goede loadout. Ik snap de hele meta af en toe niet. En vooral als je het hebt over die modus dat je gewoon 10 mensen tegen elkaar pit zonder de Titans. Ik word echt geno-scoped vanaf een afstand dat ik denk van wat? Maar vervolgens start ik het potje wel weer op, want ik heb zoiets van, dat is toch eigenlijk wel leuk. En als ik dan een keer een kill heb, dan voelt het ook zo heerlijk belonend. Dus goed, ja, Titanfall 2, een game waar ik absoluut niet goed in ben, maar ik vond hem fantastisch om te spelen. Misschien moet ik hem een keer oppakken. Kom mee, op Twitch. Gaan we hem samen streamen. In welke game ben ik slecht, maar blijf ik spelen? Ja, dat is een vrij moeilijke vraag, maar de game die ik toch echt wel moet noemen is QWOP. Dat is een flash game voor de mensen die het niet kennen. Het is eigenlijk de bedoeling, je speelt met de letters QWOP, de Q, de W, de O, de P. En die moet je eigenlijk op een bepaalde manier indrukken. En dan moet je met zo'n poppetje een soort van 100 meter sprint doen. En op een gegeven moment komen er ook hordes en van die hekjes en zo. En dan moet je dan overheen. Nou, op een of andere manier, als je op YouTube van die tutorials kijkt, zie je allemaal van die mensen die dan echt dat poppetje gewoon kunnen laten rennen. Nou, bij mij is het altijd een soort van split en dat hij dan met zijn benen een beetje zo steeds naar die 100 meter toe wil kruipen. En eigenlijk ben ik er gewoon echt super slecht in. Alleen ja, op een of andere manier is het gewoon zo rewarding om elke keer net een paar meter verder te komen dan die keer ervoor. Dus ja, ik moet gewoon echt zeggen QWOP. In welke game ben ik wel goed? Geen één. Ja, ik kan gewoon niet gamen. Ik moet eigenlijk gewoon stoppen. Ik moet gewoon een andere hobby gaan zoeken. kan wel lezen of zo. Ik kan wel gewoon tv kijken. Daar ben ik op zich wel goed in. Gewoon lekker liggen zo op mijn bed, op mijn bank, op mijn stoel zo. Lekker in slaap vallen. Nee, dus ik kan eigenlijk niet eens goed tv kijken. Nee, ik ben eigenlijk in heel veel games gewoon niet goed. Sommige games zijn ook gewoon moeilijk, dus dan ben ik automatisch al niet goed in. Zoals een Dark Souls, Bloodborne, maar zelfs Horizon Zero Dawn. Zelfs Doom. Fucking Cyberdemon. Maar ja, voor Anna heb ik bijvoorbeeld ook heel veel gespeeld en daar was ik ook niet zo heel erg goed in, omdat, ja, lag. Ik blame alles om de lag, want de game was ook uiteindelijk niet zo heel goed ofzo. Nee, voor Anna was ik sowieso niet zo heel goed. Battlefield 1 eigenlijk wel, dus die, waarom moet die eigenlijk? Ik kan die gewoon schrappen natuurlijk. En ik ben onlangs begonnen met Monster Hunter World, waar ik eigenlijk ook niet zo heel erg goed in ben. Omdat die monsters gewoon bitches zijn en ik ben niet zo goed in dodgen en zo. En ik vind het systeem gewoon niet zo heel erg verfijnd werken dat ik er, echt de skills voor ontwikkel om er heel erg goed in te worden. En ja, eigenlijk kan ik nog wel doorgaan met dit lijstje, alleen dat moet ik gewoon niet doen. Omdat, ja, er is misschien, als je mijn hand door midden doet, is er misschien dan nog één game waar ik misschien wel goed in ben. Zoiets. Daar heb je het, games waar we eigenlijk gewoon ballen in zuigen, maar toch starten we telkens een nieuw potje op of blijven we de game aanklikken op Steam of op onze Xbox of op onze PlayStation. Dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. We zijn er echt benieuwd naar of jij ook een game hebt waar je eigenlijk niet zo goed in bent, maar toch dat je denkt van nou ja, ik ga er nog eens een keer induiken. Laat het ons weten als je zelf ook zo'n game hebt. En natuurlijk, jawel, deze vraag werd ingestuurd door Floris, waarvoor dank. Maar wil je net als Floris ook een leuke creatieve vraag hier beantwoord zien in Goeie Frag? Stel dan je Goeie Frag hier beneden. Laat het weten in de comments. Als je een leuke vraag hebt, dan pakken wij hem op en dan zitten we hier volgende week klaar voor jouw vraag met de antwoorden. Dat was het voor deze week. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Tot snel en vergeet niet, laat het hieronder weten in de comments. Slechte games, leuke games en misschien een leuke vraag voor volgende week. Tot snel!